Waarom lukt het vandaag wel? Ja, ik denk dat het allemaal wel bij elkaar paste en viel. En dat hebben ze prima gedaan. En ik denk dat we ook wedstrijden hebben gehad waarin we heel veel veerkracht hebben getoond. Ook geen geluk hebben gehad soms, maar ja, het geloof was daar. Het was een duidelijk plan weer, maar met name het gedrag was anders en het was een andere samenstelling. Dus we hebben wel, ik ben blij dat ze het zo op hebben gepakt. Ja. Ja, geloof en gedrag, daar heb je deze week in gesprek op gehamerd. Ja. Is dat het verschil geweest, dat gesprek, dat het duidelijkheid was naar elkaar? Ja, het was inderdaad wel, ik vond het nodig. Ik initieerde dat om, ja, dat we niet in de slachtofferrol en al opgaven. Daar heb ik een hekel aan en de manier waarop. Dus daar wil je wat antwoorden. Nou, de jongens hebben dat prima met elkaar verwoord. Maar je moet het ook vertalen. En ik denk ja, dat dat wel is gebeurd. Maar ja, dat wil je eigenlijk elke keer zien. Dat wilde ik vorige week ook zien. Dus ja. Maar nu hebben ze dat dan met z'n allen wel prima gedaan. Ook wel in een iets andere samenstelling. Maar in wat voor samenstelling dan ook moet je dat brengen. Baal je dan dat je zo'n gesprek niet 3 weken eerder gedaan hebt? Nee, omdat ik dit ook wel vaker doe. En wat maakte dit gesprek dan anders? Omdat je in een fase zit waarin je bijna... Ja, hebben de jongens nog wel geloof of bereidheid? Zijn er jongens die er juist net meer moeite mee hebben? Ja, dan moet dat eruit. Wij willen jongens nu juist hebben die tot het einde blijven gaan, hoe moeilijk het ook is. En dat kantelpunt wil je niet hebben. En daarvoor hebben we gesproken over, ja, daar hebben we ook andere spelers in het veld, over hoe we kansen kunnen benutten of hoe we het beter uit kunnen spelen. En ja, ik denk dat dat het verschil ook is geweest. Dat men nu ook het gevoel had, in plaats van met zichzelf bezig te zijn alleen, ook met z'n allen, ja, toch ook wel weer elkaar de waarheid zeggen, maar ook wel vertrouwen houden. Je zin speelde voorafgaand al een beetje op dat geloof en het vertrouwen van het kan misschien nog. Sommigen hadden dat wat minder. Hoe uitte zich dat nou vandaag in de selectie? Want ik kon de puzzel enigszins leggen, maar er waren ook weer wat blessuregevalletjes. Ja, we hebben zieken. Ook wel mede door een andere, hè, door corona moet je niet voor weglopen. Maar we hebben ook wel gewone griepsverschijnselen jongens gehad en nog. Daarnaast hebben we de langdurige geblesseerden en de gewone geblesseerden. En ja, we hebben natuurlijk ook wel de selectie kleiner gemaakt, wedstrijdselectie. Maar wie was er dan niet gelovig bijvoorbeeld? Nou, niet gelovig. Ik denk dat sommige spelers wat moeite hebben. En ja, goed, dan wil je ze daarbij helpen. En het voordeel denk ik wel is van dat gesprek dat je overeenkomt weer met elkaar. Van ja, wat er ook gebeurt. We gaan naar Arnhem toe en met dit plan en daar gaan we alles voor geven. En als iemand wat moeite heeft op trainen, dat kan. Maar dan heb je denk ik nog niet helemaal begrepen wat er gevraagd wordt. En de groep selecteert daar zelf op, die corrigeert daarop. Dat hoef ik niet zozeer te zeggen. Want ik wil juist wel iedereen erbij houden. Maar ja, op een gegeven moment moet je dat zelf, hebben wij het over gehad, over je eigen motivatie. Ja. Ja, dan moet dat gewoon terugkomen. Merk je dat dat soort prikkels van buitenaf dan ook bij spelers aankomen? Teksten als dood en begraven, intrinsieke motivatie, geloof opgegeven? Nou, ik denk dat voor met name jonge spelers ook wel, dat het... Je ziet nu ook aan de bal dat als we iets meer vertrouwen hadden in de eindfase, kan je hem nog scoren. Maar ik denk voor een jonge speler ja, dat dat ook wel binnenkomt, absoluut. Want we vinden het natuurlijk al helemaal verschrikkelijk waar we in zitten. Maar die trekken het zich ook natuurlijk enorm aan. En dan is het ook logisch, maar ook onderling moeten we het ons aantrekken. Dat we zeggen, ja, wacht eens even, niet opgeven of laat je spelen zakken. Dat kan niet. En nou, dat hebben we vandaag, ik denk, wel... op een andere manier laten zien. En ja, dat moet dan een vervolg krijgen weer. Zuiverloon begon met een ommekeer. Maar nou, maakte er uiteindelijk de ommekeer van. Nou ja, wat je ziet als je kijkt. Ik moest vooraf alle namen opnoemen bijna die er niet zijn. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Dit zijn de jongens die we hebben. En die werken keihard. Maar je ziet wel wat één speler ook centraal kan doen. Dat is gewoon zo. Wilde je hem daarom ook niet wisselen? Want hij liep echt op zijn laatste been. Hè? Nou, van zo lang is al zijn leven niet. Ik heb hem volgeduwd met suikers en weet ik veel wat. Maar die ga ik niet weghalen. Ik wil niet verliezen en ik wil heel graag winnen. En ja, dan heeft hij uitstekend gedaan. Maar het was wel een risico natuurlijk. Maar het geeft wel aan, want volgens mij was dit ook het centrum tegen Willem II. Ja, toen hebben we het denk ik wel aardig gedaan met die man. Dus hij heeft het prima gedaan. Nou, zorgen dat hij niet wegvalt. Nee, daar ga ik persoonlijk voor zorgen. Goed weekend. Hey, goed weekend.